This is my house. This is the bedroom and sitting room here. And this is the bedroom and toilet. Sorry? Bedroom and toilet here. Why? That room on this side was the dining room, and the other two rooms was the one for sisters and one for the sons. Why? Inside the room, we can't go inside because we are not sure there's something in. We don't. What kind of things? The explosive. We have read that some explosive will be there. And we cannot do unless we check with these things. We cannot go in because it's ruins. And many things, just distractions. It's unlikely. It's very, very, very disgust. We can't say that such things happen on the humans. Very, very sorrowful. Much mankind cannot be things that such destruction like this. The fighting can be happened, but such destruction of the city, never thinks, nobody can think such things happen. The present situation is difficult to build and things because that we are in survived living only. Never thinking how to build now, but how to survive itself. Ibrahim is geen uitzondering. Hij en de andere teruggekeerde vluchtelingen staan voor de bijna onmogelijke taak hun huizen en stad weer op te bouwen. Ze voelen zich vergeten. De wereld is nauwelijks geïnteresseerd in dit deel van de wereld. Honderdduizenden verkiezen daarom nog steeds een verblijf in een vluchtelingenkamp, midden in de woestijn van Ethiopië. Daar is tenminste nog voedsel en water. Bovendien heeft het leger van het vorige regime in deze stad nog zo'n 500.000 mijnen neergelegd. Maar toch zijn er 100.000 mensen teruggekeerd. Met een paar golfplaten of vanuit het vluchtelingenkamp meegebrachte tent woont men op de plek waar ooit een woning stond. 2 dagen na hun aankomst had ook het gezin van Ibrahim in een van de vroegere kamers een onderkomen gevonden. Dank je.